Stan. Het was echt een gave stunt, man. Ik heb me rot gelachen om het gezicht van Damsla. Ik zei dat ik het goed zou maken. Hallo allemaal. U kunt weer fietsen. En dansen? Dat gaat wel weer, denk ik. Hé, hey, wat had je goed te maken met Eman? Ik ga een les spreken. Zal ik je tas dragen? Oh, nou, heel graag. Dank je. Alsjeblieft. Juf, mag ik dit? Stan, wat stond jullie nou te smoesen? Gaat je niks aan? Hou niet zo flauw. Ging het over stunt? Examenstunt? Ja, klopt. Ik heb een wc voor het lokaal van Jochem Damstra gezet. Echt? Dat ze kop moeten zien. Oh, wat leuk. Dat ik bij willen zijn. Nou, dat was slechts een bliksemactie, hoor. Volgende nog veel meer. Oh, maar wat had één man ermee te maken? Nou, die had zijn eigen stunt. Hij had de vloer ingezeept met groene zeep. Had hij dat gedaan? Ja, wist je dat niet. Hé. Hey. Flauw, hoor. Om onze danslessen zo te verpesten. Kom, een beetje een muffe lucht. Heb jij al die andere rotgeintjes ook uitgehaald? Waar heb je het over? Nou, spinnen in mijn schoenen, knoflook op mijn kleding. Ik weet het niet, hoor. En dat moet ik zomaar geloven. Ja, natuurlijk. Slaat het op. Ja, laat Miss Marple dan maar, hè? Ze is gewoon weer bezig met de valse beschuldigingen. Het gebeurt altijd tijdens de schimles en Eman die was er ook. Ja, en nog heel veel anderen. Wou je die ook allemaal gaan beschuldigen? Als ik jou was, zou ik gewoon even mijn excuses aanbieden. Laat maar, Nou, ik beschuldig niemand, maar als ik erachter kom dat jij dat dus wel hebt gedaan, dan, whatever. Hey! Hi. Heb je even tijd om naar de kantine te gaan? Nee, ik moet leren. Nog maar 3 dagen, hè? Ja, ik ben best zenuwachtig. Zal ik jou eens even helpen met overhoren? Nee. Ik moet nu echt gewoon keihard stampen. Kom vanmiddag anders even naar de podiumruimte. Dan heb ik iets meer tijd en dan ben ik misschien niet zo gestrest. Oké? Okay? Oké, okay, bye. Ik ben bij Albert geweest, maar er is even niks aan te doen. De verwarming is kapot. Ons inspireert, want we gaan dus zelf gedichten schrijven. Kan je een gedicht schrijven met 11 woorden? Ook wel een elfje genoemd. Van wie krijg ik het eerste woord? Een kleur? Heel toepasselijk. Ja. Oké, het tweede woord. 2 woorden. Koud, bevroren tenen. Mooi. Goed zo. En de derde. Een bijwoordelijke dunne sokken. Nou. En de vierde, waar een werkwoord in moet sokken. Ze willen naar huis. Goed zo. En... Hier. Wat moet ik daarmee? Luxor. Wacht even, kom terug. Waarom? Zou je me zeker kunnen uitkafferen? Nee, we zouden het hier toch samen doen? Ja, die teksten kan je beter niet doen, dat lijkt me duidelijk. Ik doe heus mijn best, hoor. Ik weet dat je er niks aan kan doen dat je dyslectisch bent. Maar het is gewoon erg onhandig. Ja. Nou, kun jij nu die planning doen? Oké. Ja, oké. Deze klasse ben ik al rondgegaan en dit zijn de inschrijvingen. En die andere klasse mag je nog langs gaan. Zeg maar dat ik... Ja. Tuurlijk. Alsjeblieft. Dus jullie zijn naar het park gegaan en daarna? En toen begon hij te zingen. De hele aria? Ja. Ha, salomio, rententes. Gaat het over mij? Dan zal het wel over jou gaan. Je bent een zonnetje, toch? Figaro. Salomio. Figaro. Figaro. Er komt hier, er komt hier. Hé. Hey. Ik zing heel fout. Waar knap je absoluut op af? Oké. Okay. Stel, je hebt een eerste date. Wat moet ze absoluut niet? Bons maar gewoon in waar ze stond, hoor. Ja, is goed, pop, maar ik moet nu weer gaan. Kort? Ja. Heb je ergens deze week tijd? Is er iets? Ja, om een derde lekker band in een maand. Ik word er gek van. Zal ik hem voor je plakken? Oh, zou je dat willen doen? Heel graag. Hier, je bent een held. Oh. Hallo? Wie bukt er nou meer op het schoolplein?
Ik vroeg me af of dat zevenblad was. Je kan hem nu nog niet zien, maar in de zomer komen daar hele mooie bloempjes op. Oh, wat interessant. Ja, dit zijn dus uitreksels van boeken die we moeten lezen. En die gaan we dus niet lezen. Nou, ik bedoel, het is dan misschien wel onkruid, maar als het bloeit, dan... Ja, dus en? Wat ben je toch griezelig? Jij bent lekker normaal. Waar ging het over? Verhandig. Kijk, deze vind ik cool. De chopper. De chopper. Ik ben me alvast aan het oriënteren voor een motor. Kan je überhaupt al fietsen? Kleuter. Uitreksel, Luxor? Sorry. Sorry, ik moest nog zoveel voor de leerlingenraad doen. Het geeft niet hoor, Annabelle. Ga gerust zitten. Charlie heeft een ontzettend goed idee, dus pak je boek er snel bij. Ontzettend goed idee. Wat dan? Ja, niemand had natuurlijk echt zin om het boek te lezen. Nee, duh. Lezen is pure tijdverspilling. Daarom... Nee. Daarom had ik bedacht dat we het boek met z'n allen gaan lezen... kun je vertellen wat je goed en wat je slecht aan het boek vindt. Ja, en als we er met elkaar over praten, dan blijft het verhaal ook langer bij. Ja? Verhaal? Ja, er zijn natuurlijk mensen die liever altijd uitreksels lezen dan het mooie boek. De lijnen, de kleine details, de spanningsopbouw. Dingen waar het echt over gaat. Ja, oké. Nee, goed idee, Charlie. Misschien kan ik dat bespreken in de leerlingenraad. In de leerlingenraad? Is zoiets voor de leerlingenraad? Ik dacht dat die er alleen maar over hebben wat moet veranderen op school... of over schooluitjes, bijvoorbeeld naar het Literair Nederlands Museum. Ja, maar we kunnen toch meer van dit soort bijeenkomsten organiseren voor de hele school? Ja, dat verzint ze ter plekke. Nou, ga nou maar snel zitten en pak je boek erbij. Misschien wil Annabella iets voorlezen uit het boek. Wat vond jij het mooiste passage? Nou, ik ben echt heel druk geweest met met de leerlingenraad, hoor. Ik lees wel. Oké, dit is een prachtig stuk over het moment waarop een hoofdpersoon besluit... op het aanbod van de ontvoerder van zijn vriendin in te gaan. Oké? Hij had zich niet bewogen toen ze hem had onderzocht op eventuele verwondingen. Op dit moment wist ze dan ook niet of hij bewusteloos was of slecht verzuft door pijn en uitputting. Oké, ik ga pleiten voor minder lange tussenuren en de fijne chillbank in de kantine. Omdat leerlingen het recht hebben zich te ontspannen. Sorry hè, voor al je werk. Wat? Ja, die uittreksels. Het heeft je vast heel veel tijd en moeite gekost. Eerst vinden en daarna kopiëren. Ja. Oh. Ja. Oeh, dames. Die haal ik zo op en daarna mogen jullie. Ja. Oh. Die knoppenkast bij mij op mijn kamer staat hem zo uit. Succes hè, met de leerlingenraad. Goedkopere thee, geen gym meer de eerste uur. Weet je ook waarom? Geef eens even terug. Geniet er maar van, want dit is waarschijnlijk de laatste keer dat je van die lift gebruik kunt maken. Dus de... Ik vind het gewoon niet oké. Dan mag ik al niet naar dansles en dan ga je ook nog met Stan dansen. Ook goedemorgen. En waar moet ik het van hem horen? Ik bedoel, hij is de grootste vrouwenverslinder van de hele school. Waar heb je het nou over? De tango, de sha-sha-sha, weet ik het. Dan gaan de lichten uit en dan komen die handjes bij elkaar. Hé, hou eens even. Wat denk je van die van mij? Ik ga met Kevin dansen. Ze is een aardige jongen, intelligent, knap, sociaal. Bella, doe ik zo. Ja, Stan is gewoon een... Een eikel. Je doet wel een beetje gek. Ga je het ook voor me opnemen? Lux. Ik vind jou leuk. Kan dan wel. Maar ik ga niet met hem dansen. Sorry? Ik vertrouw die gast niet. Nee, je vertrouwt mij niet. Dat is het. Nou weet je, misschien ga ik wel met Stan dansen. Misschien ga ik wel heel close met Stan dansen. En misschien ga ik thuis ook nog wel eens met hem oefenen.
moet even wat doen. Ik ben zo terug, ja? Ja. Ja. Wat doe je? Wat is er? Is er iets wat je wil bespreken of zo? Gaat het over de notulen? Deze woordjes leren. Oké, mooi. Luister even. Wij gaan samen een beroepskeuzeproject organiseren. Heb je er zin in? Ja, daar heb je zin in, want jij bent OBV'er. Ah. Niks O, dat is zo. Het is toevallig hartstikke nuttig, want heel veel leerlingen hebben nog geen idee wat voor beroep ze later willen kiezen. Goh, Annabella, en wat zou je dan willen organiseren? Nou, Luxor, het is misschien leuk om een beroepskeuzetest te doen, hè? Ja, een beroepskeuzetest en bijvoorbeeld mensen uitnodigen op school. Die kunnen praten over hun beroepen. Heb jij nog ideeën? Huh? Oh, weet je wat, laat me even over nadenken. Ik moet eerst even deze woordjes leren. Oké, prima. Kom zomaar bij me langs, oké? Doei. Zeker als dankjewel voor de goede samenwerking of zo. Luxor, ik vind je leuk. Ja, leuk om decors mee te bouwen, om te impregneren. Nee, ik vind je echt leuk. Ja, verzin morgen wat anders. Luxor. Ik wil echt heel graag verkering met je. Echt? Ja, echt. Als je tenminste verkering met zo'n onuitstaanbare bitch als ik wil. Wat denk jij? Ik denk het wel. Hé, eindelijk! Hoezo eindelijk? Nou, Luxor wilde natuurlijk al heel lang, hè? Nou, pas maar op, Lux. Als je naar andere meisjes kijkt. Dan krabt ze je oog uit. Ja, de bitch is los. Een film met een dramatische hoofdrol voor Luxor aan. Laat ze. Hè? Ja. Zeg, gooi je de borst.